Hallo allemaal, vandaag is het Bonaire dag. Ja, Bonaire dag. Wat zijn nou opvallende dingen over Bonaire? Laten we daar eens dingen bij tekenen, bij Bonaire. Doe je mee? Ja, wat kunnen we nou Bonaire tekenen? Ik dacht bijvoorbeeld een zeeschildpad. Dan doen we gewoon eventjes een beetje een stripversie daarvan natuurlijk. Ik vind het trouwens fascinerende beesten. Van die zeeschildpadden. Zo. Een beetje schubbenachtige poot. Ja, dat is het eigenlijk ook niet helemaal. Maar... Ja, ze scheelt natuurlijk. Zo, heeft hier ook een poot natuurlijk, ook zo'n vin. Of een vin, ja, het is gewoon natuurlijk een poot eigenlijk. Nou, ze schilt natuurlijk. Nee, je ziet wel, ik zie ook niet elke dag in zo'n zeeschildpad. Maar goed. Goed, een zeeschildpad. Nou, en waar Bonaire natuurlijk om bekend staat, is dat je daar ontzettend gaaf kan duiken ook. En dan kom je misschien wel eens een keer zo'n zeeschildpad tegen. Maar laten we nou ook eens een duikbril erbij tekenen. Een snorkelbril. Ja, die heb je natuurlijk ook aan allerlei vormen en maten. Beetje skibrilachtig iets, hè, zo. Goed. Dan zit er zo'n neusstuk hier. Goed. Ja, en een snorkel natuurlijk, hè. Dat is zo'n mondstuk. Zo. Met zo'n pijpje eraan. En dan zit hier ook nog vast aan de bril natuurlijk. Die ben ik een beetje uitgeschoten, dat is een beetje jammer. Hier zit dan een ding wat dicht gaat. Ik heb nog nooit gesnorkeld, dus dat zie je misschien ook wel nu terug in het plaatje. Maar goed. Een duikbril. Waar staat Bonaire meer onbekend? Nou, we hebben van de week kokosnoten getekend. Nou, daar groeien nou die kokosnoten op Bonaire.
gekleurde huisjes. Het is een eiland. We zouden eventueel de vorm van het eiland kunnen tekenen. Hoe ziet Bonaire eruit? Welke vorm heeft hij? Nou ja, in dit geval de palmbomen natuurlijk. De palmbomen die hebben kokos. Het zijn deze bladeren aan die kokosbomen. Nou, onderin zitten dan die kokosnoten inderdaad. Flamingo's die staan er ook. Nou, die hebben we laatst ook al getekend. Flamingo, dus die hoeven we ook niet meer te tekenen. Wat heb je daar ook? Nou, van die parasols met van dat, ja, van die rietachtige parasols. Ik denk zelfs dat het dus kokosbladeren zijn die ze daarvoor hebben gebruikt voor die parasols. Maar die wuiven zo in de wind, zeg maar. Die parasolen. Of tenminste, ja, het zijn parasols of zijn het gewoon dakjes waar je onder kan zitten? Nou goed. Denk aan cocktails. Die zou je ook nog erbij kunnen tekenen. Witte stranden, palmbomen. Dat is Bonaire. Ga zelf aan de slag en dan zie ik jullie morgen terug in de volgende video. Tot morgen.